Fysiotherapeuten overspoeld door ex-coronapatiënten die weer de oude willen worden. Dit wil je echt niet. Dit wil je gewoon niet. Dat je gewoon niet zo heel veel meer kan. En dat je maar 20-30% bent van de persoon die je was. En verder vandaag. Waarom gaan er nu zoveel meeuwen dood? Een kelder omgebouwd tot automuseum. Goedenavond. Fysiotherapeuten worden overspoeld door een grote hoeveelheid ex-coronapatiënten. Die moeten na hun besmetting vaak nog maandenlang revalideren. En de druk op de praktijken is des te groter omdat er al een tekort was aan fysiotherapeuten voordat de coronapandemie begon. Dit is een tafereel dat je nu veel ziet bij fysiotherapeuten. Ex-coronapatiënten die bij de fysio aankloppen om hulp omdat ze maanden na hun besmetting nog klachten hebben. Zoals Omroep Zeeland-collega Saskia Everaars. Ik merkte gewoon dat ik heel veel op de bank lag. Dat ik heel moeilijk vooruit te branden was. Dat heel veel dingen me moeite kosten. En toen heeft de huisarts me doorverwezen naar dit revalidatietraject waar ik nu in zit. En mij heeft dat enorm geholpen. In heel Zeeland zijn er ruim 1600 ex-coronapatiënten die worden behandeld bij een fysiotherapeut. Met name in gebieden die hard getroffen zijn door corona, zoals Tholen en Rijmerswaal. Maar ook hier in Oost-Soeburg staat de telefoon bij de fysiotherapiepraktijk roodgloeiend. Goedemorgen, Paramedisch Centrum in Balans met Esther. Wij zijn begonnen met 2 fysiotherapeuten die bij ons vooral de longrevalidatie deden. Maar inmiddels hebben wij 7 therapeuten op moeten leiden om de mensen met corona goed te kunnen begeleiden. Lukt het nog om al die ex-coronapatiënten de zorg te bieden die ze nodig hebben? Het lukt wel, zeker op het moment dat we ze hier hebben. Maar het direct plannen van de mensen op het moment dat ze bellen, dat wordt langzaamaan wel een probleem. Hoe lang moeten ze dan nu wachten tussen wanneer ze aankloppen en therapie kunnen krijgen? Dat kan oplopen tot een paar weken. Al die extra patiënten komen dus bovenop de niet-coronazorg, terwijl er al voor corona veel te weinig fysiotherapeuten waren in Zeeland. En dat betekent enorme druk op de bestaande fysio's. De branchevereniging probeert daarom dat tekort nu op te lossen, maar waarschuwt dat het op korte termijn alleen maar erger wordt. Als we kijken naar de komende 5 jaar, dan komen er eigenlijk alleen maar een groter tekort. Je ziet in sommige gebieden in Zeeland gaan nu binnen 5 jaar een substantieel deel van de fysiotherapeuten met pensioen. En dat merk je zeker in Zeeuws-Vlaanderen. Dus is de drukte bij de fysio's voorlopig ook nog niet voorbij. Zeker als je ziet dat het herstel soms langer dan een half jaar duurt. Er zijn op dit moment nog steeds mensen die besmet raken met COVID. En ik verwacht dat we zeker dit jaar nog absoluut die revalidatie van die coronapatiënten een behoorlijke druk zullen ervaren. En de coronapatiënten zelf, die hopen vooral dat ze snel weer hun leven kunnen oppakken. Dit wil je echt niet. Dit wil je gewoon niet. Dat je gewoon niet zo heel veel meer kan. En dat je maar 20-30% bent van de persoon die je was. En dat ook niemand weet of je ooit nog die persoon wordt. Het stijgende aantal coronabesmettingen is voor ziekenhuis ADRZ reden om de mondkapjesplicht weer in te voeren, vanaf morgen. Naast de besmettingen speelt mee dat het in de gangen en polyklinieken soms moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden. Bij het andere Zeeuwse ziekenhuis, Zorgzaam, staat het donderdag op de agenda om erover te praten. De dierenambulance heeft in 1 dag tijd al zo'n 25 gewonde meeuwen moeten redden. De meeuwen worden massaal aangereden als gevolg van hun jacht op vliegende mieren die deze dagen uitvliegen. De meeuwen die raken er een beetje bezeten van. Die letten helemaal nergens meer op. Die gaan fourageren op de mieren. En dat vinden ze zo lekker en daar worden ze zo wild van, dat ze helemaal niet meer letten op het verkeer of op omliggende huizen. En zo gebeuren er eigenlijk gewoon heel veel ongelukken. En wij zijn tot 3 uur 's nachts bezig geweest om de meeuwen overal van de weg te halen. Ja. De meeuwen die nog leven worden opgevangen bij de mikken in Middelburg. Vaak als ze alleen een afhangend vleugeltje hebben. En ze krijgen daar heel veel liefde en zorg. En dan kunnen ze daarna wel weer uitgezet worden. Maar ze zullen ongetwijfeld niet allemaal het redden. Nee. Als deze meeuwen weer aangesterkt zijn, is gelukkig voor hen de tijd van de vliegende mieren weer voorbij. Verpleegkundigen van zorgorganisatie Cederhof in Capelle voeren medicatiegegevens voortaan niet meer op papier in, maar op een tablet. Zo wordt de kans op fouten kleiner.
Op het moment dat je met papieren lijsten werkt en er is een wijziging, dan kan die niet direct doorgevoerd worden. Dan moet je gelijk nieuwe lijsten halen. Dat is niet altijd haalbaar. En ook bij gewijzigde medicatie wordt er wel eens wat bijgeschreven, maar dat verhoogt de foutkans. En met de elektronische wijze kan dat direct worden aangepast. Weet je wat dat is? Ja, hoe heet dat ook weer? De dominee prikt erop. Op een tablet? Ja, die prikt de dominee op en die schrijft het daarop. En die leest het voor. Al met al een vooruitgang voor jullie werk? Ja, dat denk ik wel, zeker. De veiligheid gaat vooruit en het wordt voor ons ook iets makkelijker. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. 13% van de Zeeuwen koopt geen dingen online. Dat heeft Eurostat onderzocht, het Europese CBS. 13% is ook het Nederlandse gemiddelde. 5 jaar geleden liep Zeeland daar nog op achter. De percentages van mensen die niet aan online winkelen doen zijn in veel andere Europese landen stukken hoger. De ANWB en het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Zeeland vragen aan fietsers wat ze onveilig vinden aan de fietspaden in Zeeland. Fietsers vullen daarvoor een kaart in bij een partytent langs de Banjaard. Tussen Vrouwenpolder en Veren is een fietspad en dat is vaak overvol. Met koersfietsen en met kleine kinderen en die allemaal heerlijk genieten. Maar dat is wel een aandachtspunt. Verwijderen van zand van de fietspaden. Loslopende honden een beetje beperken en stimuleren dat fietsers wat respect hebben onderling voor elkaar. Nou, wij doen het specifiek omdat we, laten we zeggen, aandacht willen vragen voor de fietsveiligheid in Zeeland. En we doen het op verschillende plekken om te kijken of er ook een verschil zit tussen bijvoorbeeld eigen inwoners en toeristen. Er komen nog 3 van deze dagen en dan worden in september de resultaten bekendgemaakt. De lockdown was voor veel ondernemers een ellendige periode. Hun winkels moesten dicht en er was ineens een heleboel vrije tijd waar velen geen raad mee wisten. Maar dat laatste gold niet voor Rini Venijn uit Nieuwvliet. Hij liet in de kelder van zijn winkel een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Ik ga niet bij de pakken neerzitten door die corona-ellende. Ik maak hier een museum. Ik verzamel al zo'n 30 jaar deze auto's. Het zijn er inmiddels zo'n 150. Venijn had al jaren de wens om zijn collectie tentoon te stellen. Maar het kwam er steeds niet van. Dankzij de lockdown kon hij 6 weken fulltime aan zijn droom werken. Ik werd fluitend wakker en elke ochtend meteen hier zo aan de slag. Boompjes zetten, planken zagen, huisjes bouwen. Ik heb hier zo een schuurtje staan. En dit lag in november nog als dak op een schuurtje in IJzendijken. Er zitten hier planken aan en die lagen in januari nog in de kerk in Sluis als vloer. Er staat hier een oude waterketel, dat is nu een watertoren, maar dat is een waterketel uit India. Dus wat ik kan, recycle ik. De vrachtwagen waar zijn verzameling mee begon, weet hij zich nog goed te herinneren. Ik liep in Middelburg mee in 1983 met een anti-kernwapendemonstratie. En ik wou als aandenken aan die periode en aan die demonstratie, wou ik een Russische vrachtauto kopen, want in de lange file in Middelburg verkochten ze die. Maar het bijzondere was, juist doordat Nederland misschien kernwapens op de Russen ging richten, gingen de Russen... Sovjet-Unie ging een boycott instellen en de Nederlandse jongetjes kregen geen vrachtwagens meer uit Rusland. Dus ik heb 3,5 jaar moeten wachten op deze vrachtauto. Bezoekers kunnen voor €1 de collectie bezichtigen. Maar helemaal klaar is het museum nog niet. De nieuwbakken museumdirecteur heeft nog meer plannen. Ik ben bezig om deze auto's via Photoshop in een gebeurtenis van de Koude Oorlog of de wereldgeschiedenis te zetten. En dan kunnen mensen veel meer zich gaan verdiepen in die auto's en vooral ook in het waarom ze hier zo eigenlijk staan. Venijn heeft inmiddels weer wat minder tijd voor zijn museum. Hij hoopt dat zijn gefotoshopte auto's volgend jaar te zien zijn voor bezoekers. Opnieuw een dag met veel zon, af en toe wat kleine stapelwolkjes. Er stond weinig wind en het werd 22 tot 25 graden. Morgen lijkt heel erg op vandaag. Zon, een beetje bewolking en het wordt misschien nog ietsjes warmer. Zo blijft het eigenlijk tot aan het weekend. Dan is er kans op regen en onweer. En tot zover Zeeland Nu. Graag tot morgen en hele fijne dag.